Hey, daar was ik weer. Een vlogje over energieopslag. Ik wil je even laten zien hoe dat werkt. Het begint in de meterkast. Even heel kort een paar dingetjes die van belang zijn. Stroom die komt hier binnen vanaf het Liander-netwerk. Hoofdschakelaar. En gaat dan via deze meter hier. En die meter die registreert wat er aan stroom in en uit gaat. Signalen van die meter die gaan naar het opslagsysteem. Gaan we zo even kijken. Het opslagsysteem loopt gewoon netjes via een hoofdschakelaar naar de achterkant. Laten we even kijken hoe het daar dan verder functioneert om je een beeld te geven wat je met energieopslag kunt doen. We staan hier bij het energieopslagsysteem. Ik heb een display. Daar kan ik precies op zien wat de status is van het hele systeem, hoe het functioneert. Als we hem openmaken, dan zie je hier een drietal omvormers. Die omvormers zorgen ervoor dat er een driefase stroom wordt gemaakt die uit die meterkast kwam. Die staat hier aan de achterkant. Stroom gaat door de drie omvormers heen en gaat uiteindelijk gewoon weer terug naar de meterkast en wordt daar verdeeld over de verschillende apparaten. Ik heb het zo gedaan dat het huishoudgebeuren, dus verlichting, televisie, vaatwasser, keuken, noem het allemaal maar op, dat zit direct achter deze omvormers. Dus als de stroom uitvalt, en het leuke is, gisteren gebeurde dat in het dorp, dan functioneert mijn huis gewoon helemaal door. Maar ik heb ook een deel, het zijn de wat zwaardere gebruikers, die laat ik eventjes buiten het systeem. Dan moet je denken aan een laadpaal, de warmtepomp, maar ook een deel van de zonneinstallatie, de PV-installatie. Ik heb twee omvormers in dit huis. Een grote driefase omvormer. Daarvan gaat de stroom buiten het systeem om. Eigenlijk in feite terug naar het netwerk van Liander. En ik heb een kleinere omvormer. En die kleine omvormer zit aan de achterkant van de omvormers. Van deze omvormers. En die kan ervoor zorgen dat als er langdurig stroomuitval is, dat toch de energie die opgewekt wordt vanuit de zonnepanelen kan worden opgeslagen in de batterijen. Die batterijen staan hieronder. Totaal heb ik hier ongeveer 30 kilowattuur aan energieopslag. Dat is in de zomer meer dan voldoende om een aantal dagen te kunnen overbruggen. In de winter red ik het daar, nou, misschien een halve dag, waarschijnlijk nog niet eens mee. Want dan heb je gewoon heel veel energieverbruik voor verwarming in je huis en alles wat erbij hoort. Ik zal even laten zien hoe dat energiesysteem werkt door het display eventjes te volgen. Dan krijg je een beetje een indruk wat er op dit moment allemaal gebeurt. Nou, ik wil je even wat laten zien over dat display, omdat dat display eigenlijk heel goed aangeeft wat er nu op dit moment gebeurt. Het is wel wat lastig te zien, zie ik wel door de reflectie. Maar het komt erop neer dat we op dit moment een zonneproductie hebben. Het verbruik in huis, dit is het deel van het huishouden, dit is het deel wat net buiten het huishouden loopt. Dus nou ja, zeg laadpaal, warmtepomp, voorzieningen. Opgeteld is dat minder dan wat er wordt opgewekt. Dus een deel van de energie die nu overtollig is, die gaat de batterijen in. Je ziet dat de batterijen bijna vol zijn en dat er ook al een deel teruggaat naar het elektriciteitsnetwerk. Hier wordt eigenlijk continu gebalanceerd tussen je eigen verbruik. Het is ook een systeem wat bedoeld is om je eigen verbruik zo optimaal mogelijk te krijgen. Dus er wordt gebalanceerd tussen zo min mogelijk energie naar het netwerk sturen en zoveel mogelijk energie opslaan, zodat als straks de zon weg is, er weer energie uit de accu's gehaald kan worden die weer voor het huishouden gebruikt wordt. Nou, dat is hoe dit energieopslagsysteem werkt. Er zitten nog heel veel andere mogelijkheden op. Niet zo spannend voor dit op dit moment, maar dan heb je een beetje een indruk wat je hiermee kunt.